Ja, Tilburgers vanuit Cirkelo. Dit is Tilbus. Live uit de brasserie Bacchus. 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 Nee, Bacchus. Bacchus. Op het spoorpark in Tilburg. Dus we zitten deze keer niet in de Lokhal. En waarom zitten we hier, Amber? Waarom zitten we hier? We zitten hier omdat Festival Cirkelo begonnen is. Het circus is in de stad. Ja, bam, 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 bam. Zeker. En we zitten hier met niemand minder dan de circusdirecteur. Nou, ja, doe maar. Hè. Mark Eysink-Smeets. Mark, toen ik kind was, ja, toen waren circusdirecteuren waren dikke mannen met een hoge hoed. Nou, die kwamen uit. Klopt toch best goed. Ja, alleen die hoge hoed. Het is stil. Hartenhoed. Lekker begin. En die kwamen uit het gordijn en die zeiden dan hooggeëerd publiek. Hoe zou jij dat doen als je die Ja, dat doen we niet meer. Nee? Hoe heb je het gisteravond gedaan tijdens de opening? Ja, dat was hier op het terrein. Hebben we gewoon midden op het veld. Onder een hele mooie boogconstructie die we hier hebben staan. En daar heb ik eigenlijk heel kort wat verteld. Dat we blij zijn dat we kunnen beginnen. Dat we de liefde van het circus met het publiek weer gaan delen. En heb ik ook onze artistiek leider Wendy Mone even toch een beetje in het zonnetje gezet. Want die gaat komend jaar ergens afscheid nemen. En die houdt helemaal niet van afscheid. Nee. Dus ik denk, nou moet ik een momentje pakken om in ieder geval dat even met het publiek te delen. Want anders dan zou het in stilte voorbij gaan. Dus die was verrast en dat was de bedoeling. Ja. Hey, maar dat hooggeëerd publiek, dat zit er niet meer in? Is dat geschrapt? Is het publiek niet meer hooggeëerd dan? Nee, het is gewoon publiek. Oh, gewoon nee, publiek. Maar wij proberen eigenlijk een aantal clichés uit het circus zoveel mogelijk te voorkomen. Ik zeg ook altijd, bij ons worden geen primaire kleuren gebruikt. Ik wil geen clowns met dikke lippen en dat soort dingen zien. Want wij moeten laten zien dat circus iets anders geworden is. En het lastige is dat bij heel veel mensen een heel hardnekkig idee bestaat over wat circus is. Ja, de geur en, van olifantendrollen, de tralies waar de tijgers achter zitten. Ja, en een beetje oudbollige acts en veel glitter en geen verhaal. Mm-hmm. Nou, en wij willen echt wel iets anders brengen. Ja. Dus wij... En we blijven ons wel heel erg circus noemen. Daar hebben we echt een tijd mee zitten klungelen. Ja, ik kan me heel goed voorstellen inderdaad. Circus, theater en weet ik veel wat. Maar wij doen circus. Maar we laten het op een andere manier gaan wij het laten zien. Ja, dus het gaat over kleuren. Het gaat over dat soort begrippen ook vermijden. Proberen het met andere stijl neer te zetten. Ja, en dat merk je hier al wel heel erg. We hebben net even over het festivalterrein gelopen. En je ziet wel dus bepaalde standaard circusreferenties. Maar verder ziet het er ook veel kunstzinniger of theatraler uit dan wat ik gewend ben van circus van vroeger een tent op de heihoef, zeg maar. Ja. Wat toch een beetje het standaard beeld van circus voor veel mensen. Ja, dat rook ook naar hooi en naar paarden. Precies, enzovoort. En dat was hier nog niet het geval. Ja. Maar, gaat hij altijd ook wel weer een beetje zo ruiken, want uiteindelijk als er zo'n tent staat en er zit vocht onder en dat soort dingen, krijg je altijd wel weer een bepaald luchtje. Ah, die circusgeur, die gaat nog komen. Ja, maar dan zonder poep. Maar groeibriljant, Mark, is dat... Nou, zo zien we het zelf ook. We moeten... kijk, wij hebben zelf de vinger opgestoken van... we willen naar Tilburg komen. Want op het landgoed waar we eerst zaten... landgoed Velder bij Bokstel... daar hebben we echt een hele mooie start gemaakt. Maar het was toch gewoon echt wel een lastige locatie. En waarom heb je er toen voor gekozen om naar Tilburg te gaan? Nou, er was maar één weg naar Tilburg. Er was maar één weg naar Tilburg. De logica om naar Tilburg te gaan was gewoon heel groot. Hier zit de opleiding, hier zitten podiumkunstenopleidingen. Binnen het circus heb je steeds meer crossovers met allerlei andere dingen. Die dynamiek hier in de stad. En dat is dan echt ook een beetje... De een zijn dood is de ander zijn brood. Hier was net Mondiaal gestopt. Hier was Incubate net gestopt. Dus je kon dat gat echt een beetje invullen met een nieuw stadsfestival. Ja, dus voor de stad was dat ook wel eigenlijk... Ja, dat matchte eigenlijk precies op het goede moment. We hebben eigenlijk sinds de komst naar Tilburg... toch een beetje een rommelige start gehad. Eerste festival. Hoe lang geleden is dit? 18 hebben we ons eerste festival gedaan in Tilburg, in het Leipark. Ja. Nou, dat is natuurlijk toch ook bouwen, publiek opbouwen. Mm. Mensen moeten wennen. Toen hebben we in 19 hebben we een binnenversie gedaan. In 20 zouden we weer het buitenfestival doen. Dat ging niet door vanwege corona. Vorig jaar hebben we het wel kunnen doen.
Dus het is allemaal nog een beetje... Maar, een hobbelige start in de Tilburg. Ja, maar ik heb nu echt wel het idee, ook met de plek waar we nu zitten, dat dit wel, dat we nu op onze bestemming terechtgekomen zijn. Dat dit wel met tussenstapjes de weg is die we hebben moeten gaan. En ik merkte de afgelopen dagen al tijdens het bouwen groepen aan het repeteren zijn, dat er gewoon al aanloop is. Ik zei gisteravond ook al, we hebben eigenlijk al 3 dagen festival achter de rug. Omdat hier gewoon veel mensen komen in dit park. Ja, en dan merk je dat dit echt een ideale locatie is, waar mensen al meteen, dat het meteen van de stad voelt, omdat het op zo'n plek als dit is. Het is een bekend fenomeen in deze stad. Er is een bevolkingsgroep die overal komt kijken als er opgebouwd wordt. Ja. En ik geloof ook al 6 dagen voor de kermis staan er mensen al of niet in scootmobielen gewoon alles te volgen, omdat ze het gewoon allemaal willen zien. Zijn die nu hierheen gekomen? Ja, een gedeelte wel. Nice. Heb je toch echt allerlei mensen gezien. Die hadden we vorig jaar overigens ook. Toen hebben we een silo voor de Schouwburg gebouwd. Ja. En ook tijdens die bouw kwamen er allerlei mensen kijken naar dat bouwen. Dus ook wat dat betreft is Tilburg de perfecte stad voor Circulo. Ja, we gaan straks even hebben een klein beetje over historie. Ik heb nog 1 vraag, want jij bent Bossenaar, hè? Nou, van origine niet, maar ik woon daar sinds 76. Ja. Ja. Wat is het verschil als je zoiets organiseert in Den Bosch of je doet het in Tilburg? Tilburg is rauwer, gevarieerder dan Den Bosch. Den Bosch is echt wel een keurige stad. Ja. En met een culturele elite die bijvoorbeeld theaterfestival Boulevard gewend is. Dus die zijn misschien wat sneller geïnteresseerd om daar naartoe te gaan. Ik denk dat we iets meer ons best moeten doen om de Tilburgers naar binnen te trekken. Maar ik ben ervan overtuigd, als we die hebben, dat we dan een meer hardcore publiek hebben dan wat het uiteindelijk in Den Bosch zou zijn. Was ik meteen heel benieuwd naar hoe dit in zijn werk gaat. Dus geeft aan, het is niet het klassieke circus. Dat is ook iets waar jullie een beetje tegen aan het knokken zijn. Van dat het veel meer is dan theater. We zijn niet tegen hun aan het knokken. Nee, niet tegen het circus aan het knokken. Maar jullie willen een nieuwe visie neerzetten. Ja. Maar hoe ziet zo'n programmering er dan uit? Hoe ga je op zoek naar nieuwe talenten, nieuwe voorstellingen of dingen die jij wil laten zien? Nou, er is natuurlijk toch een heel circuit in Europa, maar ook in de wereld. Mm-hmm. Waar deze vormen van circus gepresenteerd worden. Dus deels gaat het over naar andere festivals gaan en kijken wat daar in andere landen ontwikkeld wordt. Mm-hmm. Uiteindelijk, we hebben gelukkig ook als Circulo gewoon een hele goede naam inmiddels opgebouwd, ook in heel Europa. Heel erg te danken aan Wendy, die dat echt fantastisch gedaan heeft. Dus er zijn ook allerlei groepen die komen. Ja, wij zijn een iets aan het voorbereiden en kunnen we daarover praten. En het begint eigenlijk altijd toch met praten. Wij programmeren nergens uit de boekjes. Oh, nee? Weet je wel, het is nergens van... Nou, weet je hebt allerlei contacten met agencies die mensen vertegenwoordigen en waarvan je dan op een gegeven moment wel weet, mensen die in die stallen zitten, die passen wel bij ons. Maar uiteindelijk gaat het dan toch altijd over een gesprek tussen... Je wil echt zien en horen en wat iemand van plan is of gaat maken. Ja, en liefst al vanaf het prille begin mee in ontwikkelingen en kijken. En sommige vragen van, willen jullie mee investeren in de ontwikkeling van die voorstelling? En dat doe je dan? En dat doen we voor zover we dat kunnen. Ja. Want het is altijd financieel natuurlijk toch passen en meten. Maar dingen waar we echt geloof in hebben... dat gaat ook met pre-bookings. Dan wij denken van, dit gezelschap... Bijvoorbeeld Loopoerloom komt volgend jaar. We hebben bijna altijd op ons festival gehad. Acrobatisch gezelschap. Wat echt voor ons hele mooie ding maakt. En die gaan een nieuwe voorstelling maken. Ja, en daar kun je bijna blind voor tekenen. Ja, ja, ja. Dus je hebt wel... En daarmee willen we ook wel met een aantal gezelschappen naam opbouwen. Dat mensen ook wel... Weet je, al die titels zijn altijd veel te ingewikkeld. Weet je, als marketing hebben we echt... Ja, daar heb je veel, flinke kluif aan. Ja. Ja, weet je, gezelschappen met moeilijke namen, hele ingewikkelde titels, vaak veel te donkere foto's. dus dat is altijd wel worstelen. Maar als we dus namen terug kunnen laten komen, dan kan je langzamerhand iets gaan bouwen. Ja, dan kun je echt je eigen stempel op het jouw versie van circus drukken, zeg maar. Ja, dat klinkt als een hele klus. Ja. Ik wil even heel kort terug naar het verleden. Hè? Want ooit is er iemand op het idee gekomen, we gaan onder de rook van Den Bosch bij Liemde, gaan we iets met circus doen. Waar kwam dat vandaan?
Nou, het is eigenlijk een idee van Wim Klaassen. Wim Klaassen is lang directeur geweest van Theaterfestival Boulevard in Den Bosch. En die programmeerde daar ook al behoorlijk wat nieuw circus. Die deed eigenlijk elk jaar wel één grote. En vaak meestal ook nog wel een kleintje erbij. Maar naast theater en dans was dat wel een vaste component in dat festival. En hij ging met pensioen. Hij was gewoon in dienst bij de gemeente en deed daar van daaruit dat festival. Maar hij ging met pensioen. En hij zei van, ik wil twee dingen nou nog doen. Zorgen dat die circusopleiding in Tilburg komt. Want daar werd al een paar jaar over gepraat. Mm. En het festival voor elkaar krijgen. En daar is toen een ploegje omheen gevormd. Met Wendy, met Stefan, onze productieleider. Ik zei de gek. En zijn we daarmee begonnen. En toen was eigenlijk nog het idee, de provincie die zei van, nou, we vinden het een interessant idee. En de toenmalige wethouder die zei van, ja, ik zou het heel mooi vinden als we dat kunnen verspreiden over de 5 steden in Brabant. Oh ja. En toen zijn we met al die steden gaan praten en al die wethouders zeiden, en wat doet de provincie en de provincie, wat doen die steden en zo. Nou, en toen zei, klinkt gezellig. Heb jij goede herinneringen aan die sprekers zoals te zien? Ja, nee, het was echt fantastisch. We hadden nog niks. We zaten alleen maar enorm veel te praten over een idee. En toen waren Wim en ik daar eigenlijk echt helemaal klaar mee. En toen Wim had altijd al een idee, ik wil wat op dat landgoed in Velden gaan doen. Ja, dacht, we gaan maar in het midden zitten. Ja, nou, ja, precies. En daar werkte uiteindelijk heel goed. Want toen begon de provincie ook met die idee over die culturele hoofdstad. En als Brabant, ja, dan waren ze met die 5 steden bezig. Maar Brabant is meer dan 5 steden. Zo dus is het. Wij werden op een gegeven moment een beetje ook de schaamlab van de culturele van het platteland. We doen ook wat er buiten die steden. Ja. Nou, daar heeft ons geen windeieren gelegd. Dus dat is dan wel weer het positieve. Ja. Ja. Maar goed, daar kwam vandaan dat we daar begonnen zijn. Jij hebt het programmaboekje. Mark, het is onmogelijk om het hele programma door te nemen. Dat gaan we ook niet doen. Maar vertel toch eens, nou, zeg maar dat je als een soort spreekstalmeester nu even de tijd krijgt om te vertellen waarom mensen hier naartoe zouden moeten komen. Ja, ik zou denken, kom vooral gewoon hier naar het terrein om te kijken. Het is allemaal vrij toegankelijk, het terrein. Voor de voorstellingen koop je kaartjes. We hebben grotere voorstellingen, die zijn wat meer aan de prijs. Wat is wat meer aan de prijs? Want nou, de duurste voorstelling is voor volwassenen €26. Dat is veel geld. Ja, maar ja, het kost ook gewoon heel veel geld om dit bij elkaar te zetten. Mm-hmm. Maar we hebben voor iedereen onder de 26, die betalen de helft van het geld. Ja, en de 65 plus pas hebben we niet meer. Nee, dat is ook niet meer. Maar we hebben ook gratis voorstellingen hier op het terrein. Elke dag wordt er hier een heel groot boogspektakel opgetakeld en weer neergelaten. Mag publiek, of moet publiek zelfs, aan mee gaan helpen. Dus het is echt mee, ook zeg maar de ouderwetse fysieke arbeid van het opzetten van de tent doen we hier elke elke begin van de middag. En het neerhalen aan het na de laatste grote voorstelling. Nou, daar zit ook van alles omheen. En in die bogen wordt ook een aantal keren per dag opgetreden door studenten die daar korte dingen doen. Ah, cool. We hebben hier een voorstelling van de tweedejaars van de circusopleiding hier in de stad. Die twee keer per dag een korte voorstelling spelen die gratis te bezoeken is. Ja, precies. Dus het is echt, je kunt het ook echt wel gratis bezoeken. En dan kun je ook echt een dag van maken met, ik zie een rups staan. En je kunt een café en er is eten. Dus je kunt het ook even benaderen als een festivalhart. Ja, en er is een heel klein tentje met een voorstelling van, volgens mij duurt die 10 minuten. Dat kost het volgens mij €2,5. Er zijn schommelbootjes. De rups hebben er deze keer voor de eerste keer bij. Dus en een fijn terras. Ja. En het wordt mooi weer. Dus kom gewoon lekker hier op het terras. Dus samenvattend kun je het zo gek maken als je zelf wil. Precies. En dan hebben we hier een aantal hele bijzondere mooie voorstellingen. We hebben de echte allerbeste jongleur van de wereld. Wes Peden, die komt hier 3 dagen spelen. En ja, die doet, zijn voorstelling heet Rollercoaster. En het is ook een complete rollercoaster. Hmm. En het is helemaal niet jongleren zoals je. Hij kan ook 10 ringen in de lucht gooien. Hmm.
Maar hij doet veel meer en heeft allerlei bizarre objecten. Techno-muziek erbij. Dus het is something completely different than you used to. We krijgen hier nog Circus Faraway, wat gewoon echt een hele leuke gevarieerde voorstelling doet. Nou, de wethouder had het ook al over Exit van Circumstances. Piet van Dijken, die komt hier van de dansacademie, is choreograaf, maar heeft als jongen ook altijd bij het circus gezeten. En nou, die heeft ook zo'n voorstelling gemaakt waar wij hebben hem na de opleiding opgepikt. En hij zit in Plan, dus een talentontwikkelingsproject. Ja, en die maakt dan nu zijn eerste grote voorstelling. En die is in première gegaan op Oerol. Was de hitvoorstelling van Oerol. Was daarna de hitvoorstelling op de Boulevard. En die wordt nu ook, die heeft volgend seizoen zit helemaal vol. Hm. En die gaat ook internationaal als een speer. Ja, sick. En hij is ook voor ons natuurlijk toch weer echt heel fijn. En om trots op te zijn dat we hem dat setje hebben kunnen geven. Ja. En het mooie is dat hij volgend jaar, dan gaat hij hier een première doen van de nieuwe voorstelling. En die gaat heten Glorious Bodies. En die maakt hij met circusartiesten op leeftijd. Vet. Nou, daar heb ik al een paar dingetjes van gezien. Nou, dat is echt prachtig. Ja. En misschien ook goed om te zeggen, want we hebben het nu, we zitten in het spoorpark. We hebben het heel veel over het spoorpark, maar het is ook op andere locaties in Tilburg. We hebben een aantal voorstellingen die gewoon wat minder geschikt zijn voor de tent. Omdat ze bijvoorbeeld heel kwetsbaar zijn. Daar zijn een aantal voorstellingen staan in de Nieuwe Vorst. Met een hele fascinerende voorstelling van iemand die een beetje op het grensvlak zit van bijna sadomasochisme. Die zich op laat takelen aan haar hoofd op een manier waarvan je denkt van... Gezellig! Ja, maar het is wel heel fascinerend omdat je ook als publiek daar eigenlijk een beetje onderdeel van bent. En dat je dus eigenlijk een beetje bepaalt over hoeveel pijn iemand anders lijdt. Ja, dus je mag ook al een beetje gruwelen in het circus. Ja, zeker. Maar er staat ook een heel interessant project van Camille Corneille, die op het snijvlak zit van beeldende kunst en performance. Nou, en in de Schouwburg hebben we een hele grote mooie voorstelling staan van een groep Acrobatique de Tanger. Dus Marokkaans circus. En die hebben een voorstelling gemaakt die heel erg vanuit de Marokkaanse acrobatiek tradities zich ontwikkelt tot een hele vette hip-hop breakdance show. En die ook zich in kleur helemaal ontwikkelt vanuit eigenlijk bijna een zwart-wit palet naar echt nou waanzinnig kleurenspectrum en een heel dynamische show. Ik heb die twee keer gezien en er gaat elke keer het publiek compleet uit zijn dak. Nou, wat misschien nog wel aardig is om te vertellen, we hebben ook nu een voorstelling voor baby's. Er is iemand die is op het idee gekomen om een voorstelling te maken die heel erg inspeelt op de zintuigelijke ontwikkeling van baby's. En die is daar met het Baby Research Center van de Radboud Universiteit mee aan de slag gegaan. En het is echt heel erg interessant en bijzonder project geworden. Er komen dus ouders naartoe met een baby tussen de 6 en 18 maanden. Echt? En die gaan daar, 40 minuten duurt het geloof ik. Maar die baby's, ja, ik heb het zelf nog niet live kunnen zien, maar ik heb wel een filmpje gezien van een voorstelling. Die baby's, sommige blijven heel erg veilig bij mama of papa zitten. Maar er zijn ook van die dreumesjes die dan beginnen te kruipen en achter het licht aan. En die mogen ook alles. Die mogen aan de artiesten zitten en die mogen overal tussendoor. Ja, dat vind ik echt super tof dat we zoiets erbij hebben. En ook leuk om je publiek zo vroeger al bij te hebben, ja, toch? Precies, weet je wel. Ja, het gaat toch over hoe jonger geleerd, hoe ouder gedaan. Ja, leuk. Dus, En Loet, ga jij eigenlijk nog dingen bezoeken deze week? Ja, ik heb dus mijn planning was niet zo goed. Ik ga morgen op reis en ik ben de hele week, als het hier Circolo is, bijna in mijn achtertuin zit ik in een ander land andere dingen te doen. Shame. Maar goed, je hebt gisteren al iets heel vets gezien. Ik heb nog aan Mark gevraagd of die Circolo kon verzetten, maar dat was iets laat. Nul medewerking gekregen. Ja, ik ga vanavond naar iets heel bijzonders, want tenminste, zo klinkt het. Het gaat over, het heet We Don't Smoke, Little Boy. En het uitgangspunt van deze voorstelling is de atoombom die op Hiroshima viel.
creatief storyteller Tom Bugeaud, dat is Frans, een Fransman, ik hoop dat ik dat goed uitspreek, laat de tragedie links liggen en focust op het ontstaan van de bom. Hij kruipt in de huid van een gekke wetenschapper die telkens weer op zoek gaat naar een nieuwe doorbraak. Absurd, grappig en explosief. Dan denk ik wel van, dat, nou ja, daar hadden we het in het begin al over, van dat je dan circus kunt combineren met zo'n thema. Dat vind ik wel echt heel bijzonder. Ja, dit is overigens een hele grappige voorstelling. Ik weet niet, ik heb een try-out gezien en die vond ik echt heel erg leuk. Die moest nog wel een hoop gaan doen, maar daar had hij nog een paar weken voor. Ik zal het dus vanavond even terugkoppelen. Dus ik ben benieuwd wat hij gedaan heeft. Maar net zoiets als wat we van de week hier ook nog hebben van een jongen die een voorstelling, die heeft een Syrische vader en die heeft en als kind is hij vaak in Syrië geweest met zijn vader. En die heeft een voorstelling gemaakt over zijn herinnering aan dat land wat nu in puin ligt. Ja. Ja, en zo'n verhaal, daar is gewoon echt wat hij daarmee doet en hoe hij dat vertelt. Ja, dat is echt zo ontroerend en prachtig. En dan wordt het gewoon heel erg ook van nu en heeft het ook relevantie. Is het niet zomaar, we doen een leuk kunstje, want hij kan ook wel goede kunstjes. Ja. Om het maar even zo te zeggen. Maar weet daar betekenis aan te geven. Ja, precies. En dat is heel erg wat je heel erg in het programma terugziet. En in hoe jij erover spreekt, is wat jullie hier aan het doen zijn. Ja, mooi. Kan het jou ook, kunnen voorstellingen jou ook ontroeren? Zeker. Ja? Ik heb bij het slot van Bit by Bit, de eerste keer dat ik dat zag, toen had ik de tranen in mijn ogen staan hoor. En nou, daar heb ik trouwens wel best veel. Ja. En ik kan ook echt enorm in een deuk liggen. Ik zit zo nu dan met Wendy, zo nu dan gaan wij samen voorstellingen kijken. En dan zo nu dan kunnen we heel erg lachen omdat het echt leuk is. Maar zo nu dan zitten wij ook te gieren van het lachen omdat geen fuck van begrijpen of het echt heel erg slecht vinden. Ja. En dan moeten wij echt heel erg ons best doen om ons een beetje te gedragen. Maar, We gaan afronden. Vanaf vanavond? Ja, eind van de middag al. Eind van de middag al. Volgens mij hebben we de eerste voorstelling om 4 uur staan. Er zijn nog kaartjes voor. Is er echt heel leuk, toegankelijk. Kan je met de hele familie naartoe. En dan de hele week? De hele week, normaal gesproken, na vandaag zijn we altijd vanaf 1 uur open tot 11 uur. Tot 11 uur kan je het terrein op, daarna kan je er nog wel af. Kijk. Dus je kan, als je nog een biertje s'avonds wil komen drinken, moet je voor 11 uur binnen zijn. Dan mag ook gewoon. Ja. En dan door de week om 12 uur eraf en in het weekend om 1 uur. Yes. We hebben er zin in. We hebben er zin in. We zijn volgende week weer. Ik wens jou en al jouw mensen heel veel succes en heel veel plezier vooral ook. Nou, dat gaat zeker lukken. Oké, dankjewel. Dit was Tilbus.